Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. In de eerste video in de serie over voortschrijdend inzicht wil ik het heel graag met u hebben over het Glockpistool. Mensen die al een klein beetje te veel naar mijn video's keken, die weten al dat ik over het algemeen een voorkeur heb voor iets wat oudere dingen. Pistolen die dan nog stammen uit tijden van oude ambachten. Pistolen die nog een beetje ruiken aan de geschiedenis die dat ze mee hielpen schrijven. En bovenaan die lijst, bovenaan mijn lijst, staat nog altijd het 1911 pistool. Het beste pistool ooit gemaakt, het langst dienende militair pistool ooit in de geschiedenis. Dat gaat dan voor de duidelijkheid over het Amerikaans leger, waarin dat dit ding dienst deed van 1911 tot 1985. En zelfs nog vandaag in sommige heel specifieke diensten dienst doet. En het werd bedacht door het grote genie, de grote verlosser, de messias voor mensen die houden van dingen die boem zeggen, de grondlegger van vrijwel al het moderne wapentuig, John Moses Browning. En hoewel om redenen mijn eerste pistool ooit de CZ-85 was, vanaf toen ik te goed kon stappen, tot op de dag van vandaag, blijft die 1911 mijn favoriet. Maar ik kan niet in alle disciplines even goed dienen, vandaar heb ik ook nog andere pistolen, enter dus de Glock. Na die bloemlezing over de 1911 zal het u niet verbazen dat ik in eerste instantie niet echt geïnteresseerd was in Glocks. Toen de eerste keer gebeurde dat een vriend van mij er eentje kocht en er heel trots mee kwam aanzetten op de schietstand, ik denk dat dat de eerste en enige keer ooit is geweest dat ik bedankt heb om met iemand anders zijn pistool te mogen schieten. Ik vond het ding lelijk. Het was van plastic gemaakt. Het ruikte naar een modern massaproduct. Ik vond het een lelijk, zieloos ding en het boeide mij eigenlijk gewoonweg niet. Punt. Nu goed, ik probeer in mijn leven wel zoveel mogelijk open-minded te zijn, open te staan voor nieuwe dingen en geweldig te zijn in het algemeen. En ja, achteraf gezien had ik het ding misschien toch een kans moeten geven. Dus een eerstvolgende keer dat de kans zich voordeed, ging ik er wel op in. En lanceerde ik ook een paar kogels met een Glock. Dat was een 19, zoals in deze, iets van compactere versie. Maar eigenlijk werden mijn voordelen alleen maar bevestigd. Het ding lag in de hand als een houten balkje. De trekker die hem trok nergens op. De terugslag die vond ik veel feller, doordat er heel weinig gewicht in het ding aanwezig is. Ik vond het niks voor mij. Het enige positieve dat me wel meteen opviel, dat is dat het pistool zo gezellig laag in de hand lag. Je hebt maar redelijk weinig bovenbouw dat boven je hand uitsteekt als je hem te goed vasthoudt. Wat het enigszins helpt in het controleerbaar houden tijdens het schot. Nu goed, dan zou je denken, we zijn er klaar mee, we hebben het getest, Glock is niks voor mij. Maar rond die tijd kwam ik erachter dat ik zo niet in elkaar zit. Want ik bleef maar horen en lezen over hoe geweldig sommige mensen hun Glock wel niet vinden. En ja, ik was zeker ook niet echt helemaal onbevooroordeeld aan mijn eerste test van die Glock 19 begonnen. Dus ik nam me voor om het ooit nog wel eens een kans te geven. En toen op een mooie zonnige dag, terwijl ik al met een andere vergunningsaanvraag bezig was, vond ik in de vitrine van mijn favoriete handelaar deze Glock 19. Tweedehands, Gen 3. En ja, soms moet je geld ook gewoon uitgeven. Dus toen heb ik eigenlijk redelijk impulsief die 19 mee op de vergunningsaanvraag gezet, waar ik al mee bezig was. Gewoon om dat beestje eens deftig aan de tand te voelen en er dan een heel gefundeerde, zo onbevooroordeeld mogelijke mening over te vormen. En eens dat die vergunning er was, ben ik dan ook verschillende keren mee naar de schietstand getrokken. Maar, weer al, eigenlijk werden de vooroordelen die ik had alleen maar bevestigd. Het bleef natuurlijk een lelijk pistool, maar het bleef ook een verschrikkelijke trekker. Maar het ergste van al, ik kon er geen huis mee raken. Nu ja, ik zeg geen huis. Op 25 meter miste ik regelmatig de kaart. Zo'n kaart zoals er hier, dat ik hier als achtergrond gebruik, dat zijn kaarten van ongeveer 50 op 50 centimeter. En deze zou ik trouwens heel dringend moeten vervangen, zie ik nu. Maar goed, zwart. Met die Glock had ik dus echt wel mijn best gedaan, weken na elkaar, maar ik bleef er veel te veel naar mijn goesting mee missen. Dus, dan zou je denken, nu zijn we er klaar mee. We hebben hem nu echt wel getest, Glock is niks voor mij. Maar rond die tijd kwam ik erachter dat ik zo niet in elkaar zit.
blijkbaar zit er toch een soort van strever in mij. En als iets mij niet lukt, dan moet en zal ik doorgaan totdat het me wel lukt. Dat is ook alleen maar in zoverre het gaat over dingen die dat me boeien natuurlijk. En met de strijk doen of stofzuigen heb ik dat bijvoorbeeld helemaal niet. Dus in plaats van zoals een rationele mens zou doen die glok weg te gooien en nimmer om te kijken, kocht ik er eentje bij. De 34. Dat is de langere versie, het sportmodel zogezegd. Gen 4, splinternieuw gekocht. Langere loop, dus dat betekent ook een langere vizierlijn en maakt het een beetje gemakkelijker om te mikken. En een beter of, moet ik zeggen, een iets minder verschrikkelijke trekker. Natuurlijk, dat ding was nog altijd niet mooi, maar dat toch al een betere trekker. En na wat oefenen begon ik er zelfs beter en beter mee te schieten. Zo goed zelfs dat ik die 34 uiteindelijk zelfs een paar keer heb gebruikt op een wedstrijd 25 meter eenhandig roosjes melken. En zelfs in de top 3 eindigde. Ik vind de papieren niet meer terug, maar ik geloof ergens iets van een 269 op 300 of toch iets in die buurt. Nu, die 34 heeft mij vooral gediend bij het parcoursschieten, waar ik vond dat die eenvoudige bediening wel een goed idee was. Achteraf kocht ik die SIG die ik daarnet liet zien, die 911, kocht ik die bij voor het roosjesmelken. Maar ik moet eerlijk gezegd met een beetje schaamrood op de wangen toegeven dat ik met die SIG dit record dat ik hiermee gevestigd heb, nog niet heb kunnen verbreken. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het wedstrijdgebeuren een tijd heeft stilgelegen. Dus zo'n klein akkefietje geweest, misschien heb je ervan gehoord, iets van corona of zoiets. Dus het heeft een tijd stilgelegen. Maar toch, ik denk, 1 of 2 wedstrijden met je SIG geschoten voor de corona-ellende. En daar toen lukte het mij niet om dat record dat ik met deze had gevestigd te verbeteren. Over een paar maanden proberen we nog eens. Goed, in al die jaren, wat heeft Glock mij geleerd? Ten eerste dat het een zeer betrouwbaar pistool is. Maar ja, dat wist ik uiteindelijk al. Daar heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld. Hoewel, een Glock kan natuurlijk ook wel eens een hapering hebben. Maar laat ons zeggen dat ze het u een klein beetje beter vergeven als je ze wat te weinig poetst. Misschien wel de belangrijkste les die ik leerde, is dat het niet zo ontzettend belangrijk is dat een pistool geweldig goed in de hand ligt of een drone van een trekker heeft. De belangrijkste factor bij een goed schot is de schutter zelf. Als het mij goed lukt om op een wedstrijd mijn eigen goed te concentreren, dat wil zeggen mijn hoofd volledig leeg kan maken en me puur kan bezighouden met het doel, de richtmiddelen en mijn rechterwijsvinger, dan is zelfs een Glock in staat tot een vrij fenomenale accuratesse. En net doordat Glock die een minder goede ergonomie heeft en die een minder goede trekker, gaat het in je hoofd zoveel harder je best doen en dat zorgt voor goede resultaten. Terwijl ik althans met een goede 1911 eerder, als ik de 10 mis, dan is het omdat ik misschien iets te veel vertrouwen heb in mijn materiaal en daardoor minder mijn best ga doen. Schietsport is uiteindelijk nog altijd vooral een psychologisch spel. Als ze mij lang geleden vroegen of dan een Glock een goed idee was voor een beginnend schutter, dan zou ik nee hebben geantwoord. Vandaag zeg ik ja. Om de eenvoudige reden, een Glock, dat leert u schieten. Net doordat hem op een aantal vlakken minder optimaal is. Daar komt ook nog bij dat de Glock betaalbaar is. De aftermarket-markt enorm is. Vrijwel elk onderdeel kun je eraan vervangen als je dat zou willen. En je gemakkelijk ook zelf kunt sleutelen aan dat pistool. Wat ik met mijn 1911 niet zou durven. Toegegeven, ik heb 2 linkerhanden, maar zelfs met die 2 linkerhanden is het mij bijvoorbeeld gelukt om bij mijn Glock 34 de zogenaamde 20 cent trigger job te doen. Daar haal je je Glock redelijk ver voor uit elkaar, om dan een paar onderdelen met de hand te gaan polijsten om een iets betere trigger nog te krijgen. Dat is redelijk doenbaar bij Glocks. Ook voor geen enkel ander pistool zijn er zoveel holsters en andere mogelijke andere attributen te vinden dan voor een Glock. Heeft ook nog een ander voordeel, de magazijnen van Glock, dat zijn zowat de goedkoopste magazijnen die je kunt vinden dikwijls, maar ook een van de beste die je kunt vinden. Het is niet voor niks dat heel veel andere constructeurs, van pistol caliber carbines bijvoorbeeld, dat die Glock magazijnen gebruiken om hun pistolen of geweren te voederen. Een voordeel dat ik nog
niet zo lang geleden ontdekte, is dat je door te beginnen met een Glock, leer je ook meteen heel goed trekkerdiscipline. Doordat er geen externe veiligheidspal is, hangt alles af van wat je met je trekkervinger doet. Dat je zeker goed gestrekt naast je trekkerbeugel houdt, totdat je op het doel zit. En aangezien er geen veiligheid aanwezig is, gaat de Glock u toch op zijn minst aanmoedigen om van begin af aan heel extra voorzichtig te zijn met dat ding. Verder nog een voordeel van Glocks, maar dat is niet uniek aan Glocks, maar ik denk dat vooral bij Glocks is dat ze deel uitmaken van een hele grote familie. Vooral Glocks, bij Glocks is die familie heel groot. Eender wat kaliber dat je wilt, wil je een .22 om relatief goedkoop te kunnen schieten, dan is dat een model 44. Als je een 9mm zoekt, ik vind dat toch nog altijd de beste allround patroon, dan zijn er denk ik wel 9 verschillende modellen van Glock te vinden die 9mm verschieten. Even denken, de 17, de 19, de 19X, 26, 34, 43, 43X, 45 en 48. Ja, dat zijn 9 modellen. 9 modellen van 9mm zijn er te krijgen in allerlei verschillende lengtes en breedtes. Heb je een 45 ACP nodig, zelfs dan heb je bij Glock keuze tussen 4 modellen. De 21 en de 41 zijn de bekendste. Je hebt ook nog een 30 en een 36. En het mooie is, welk pistool dat je dan ook vastneemt, je gaat altijd diezelfde vertrouwde ergonomie hebben, diezelfde afschuwelijke trekker. Dus een overgang tussen je verschillende pistolen kost u vrijwel geen moeite. En als die kalibers die ik net opnoemde nog niet genoeg variatie geven voor u, zowel elke ITVA courante patroon, daar kunt u wel een Glock in vinden. Er zijn ook modellen in 380 ACP, 357 SIG, 40, 10 mm, 45 ACP, maar ook 45 GAP. Dus de mogelijkheden zijn best wel uitgebreid. En als je het een beetje uitziet, dan kun je het zelfs zo regelen dat al je holsters en al je andere attributen op al je Glocks passen. Zelfs je magazijnen kunnen soms onderling, voor het magazijn van de 34 kan ik ook even een 19 steken. Andersom, niet echt. Goed, ben ik nu van mijn 1911 verslaving verlost? Nee, maar Glocks hebben door de jaren heen wel zeker en vast mijn respect verdiend. Het zijn zeker ook een goed idee als je nog een pistool zoekt. Het zij als beginnend schutter, het zij als ervaren schutter. Het enige is natuurlijk, je moet ermee kunnen leven dat het een klein beetje lelijk is. Want dat schijnt echt ook weer met smaak te maken of zoiets. Goed, meer heb ik daar niet over te vertellen. Doei!